hebt me gevraagd om iets te zeggen over alle tegenstellingen die er zijn op dit moment. Als het gaat over wat er allemaal beweegt in coronatijd, dan zie je een beweging naar het gaat allemaal beter worden. Er is een beweging van wat er op de wereld allemaal gebeurt is slecht en dat moet allemaal naar boven komen. Het is een precair onderwerp. We zijn lange tenen en we hebben allemaal snel meningen hierover. En er is dus zo'n uitnodiging in om het, als je het wat breder gaat zien, om veel meer in rust te kunnen blijven en aanwezig te kunnen blijven. Als we ontwaken, dan zie je dat wij als mens eigenlijk altijd die twee bewegingen willen maken. Die twee bewegingen van we zijn onderweg naar beter en wij weten niet. Wij weten niet. Wat er altijd alleen maar is, is hier nu. En wat is beter? Wat is er mis met nu, hier, dit? Dus dat onderweg zijn, hoe sterk je dat ook kan voelen als mens, vanuit liefde, vanuit een gevoel van oh, het gaat komen, dat is allemaal heel goed in te voelen. Maar tegelijkertijd, we hebben geen idee. We hebben echt geen idee wat gaat komen. Dus de beweging naar 5D is een beweging die hoopvol is en in die zin prachtig om te horen. Maar het is ook een valkuil. Want wat is er mis met nu? Hier, dit. Voel dat. Voel dat waarom je weg wil. Voel waarom het hier nu niet oké zou zijn. En wie vindt dat? Ja, ik. Oké. Dit is helemaal voor te stellen. Maar in het ontwaken gaat het echt om dit soort dingen doorzien. En simpelweg aanwezig blijven in hoe het is. En de andere beweging is de beweging van we willen echt alles uitzoeken en het slechte moet weg. Dat zie je nu dat het over de wereld. En ook daar is natuurlijk veel voor te zeggen. Er is altijd in onze duale wereld zijn altijd het hele goede en het goede willen en het hele slechte. En dat gaat, vermoed ik zo, niet weg. Want dat is de manier waarop wij er naar kijken. Er is goed, er is slecht. En vanuit mens zijn kun je natuurlijk in veel aspecten aanwijzen waar het niet gaat zoals je hoopt dat het gaat als mens. Sterker nog, er zijn vast ook dingen waarvan je echt een ho moet toeroepen. Maar niet vanuit dit punt. Niet vanuit een groot verzamelen. En niet vanuit, het klinkt alsof ik het niet oké vind. Ik denk, het gebeurt gewoon. En daar kun je dan ook weer gewoon naar kijken. Zo van, ja. Maar als je zoekt naar helderheid, naar aanwezig blijven in nu, hier, dit, dan laat gaan. Laat gaan. En dat betekent niet dat je je kop in het zand steekt. Dat betekent niet dat je een mak schaap bent, wat vaak zo gezien wordt. Er is, als het werkelijk vanuit aanwezigheid is, soms ook een duidelijk nee. En die komt dan vanzelf. Die komt niet met jouw gevecht mee. Die komt niet met jouw weerstand mee. Die komt uit liefde. En die kan veel makkelijker gehoord worden. En die heeft ook nooit een tegenstander. Die wordt gehoord en niet altijd direct gevolgd. Zo heilig zit de wereld niet in elkaar. Maar die raakt niet zo dat jij als persoon overstuur raakt. Dus die bewegingen die wij als mens nou eenmaal maken, die in het ontwaken meer en meer en meer doorzien gaan worden, die zijn gaande. En die krijgen wij als beeld zo prachtig voorgeschoteld. Zo
En natuurlijk heb je de neiging of om die kant op te willen of om die kant op te gaan. En er is zelfs een neiging om tegen het een of tegen het ander te zijn. Maar dat zijn de neigingen van het ik. Dat zijn werkelijk de neigingen van het ik. En er ligt zo'n ongelooflijk diepe, mooie uitnodiging in. Om aanwezig te blijven in jezelf. En stil te zijn. Al die meningen van je hoofd, allemaal oké dat ze er zijn. Maar pak ze niet vast. Pak ze niet allemaal. En ga in gevecht met de ander. En als dat wel gebeurt, je ziet het nu best wel veel gebeuren. Dat vrienden tegenover elkaar komen te staan. Dat familie tegenover elkaar komt te staan. Zelfs in relaties dat het tot scheidingen kan leiden. Van, nou, als jij zo denkt, met wie ben ik dan? Maar het bijzondere is dat die bewegingen die de ander maakt, die zijn er altijd al geweest. En als jij in je midden kan blijven en je eigen bewegingen kan voelen en herkennen, dan hoef je de beweging van de ander niet zo af te keuren. Je hoeft er niet in mee, je hoeft er niet van weg. Je hoort en laat. En dat is het dan. Ben je dan een makschaap? Ben je een makschaap als je ontwaakt en niet meer overal op ingaat? Nee, je bent. Maar je gaat niet mee met de waan van de dag, de waan van het ik, over hoe het allemaal in elkaar steekt en denkt te weten, want we weten niks, hè. Maar denkt te weten hoe het allemaal in elkaar steekt. Op het moment dat je dat voelt in je, word stil. Word stil. Voel gewoon wat hier allemaal is en laat gaan. En laat gaan klinkt zo makkelijk, want het haakt soms zo aan oude pijn of aan groot verlangen naar een betere wereld. We hebben veel mensen die daar heel erg voor gaan in het leven. En de diepe uitnodiging ook daarin is hier, nu, dit. En wat gaat komen? We hebben geen idee. En wat ook nu is en aan de hand is. We hebben geen idee. En het meest liefdevolle wat je dan kan doen, is in je hart aanwezig zijn. En de emoties laten voor wat ze zijn. Betekent niet wegdrukken, maar gewoon inademen. Gewoon in aanwezig zijn. En voelen dat hier, nu, misschien wel met jou, in jouw veld, in jouw aanwezig zijn, helemaal niet zoveel aan de hand is. Er is niet zoveel aan de hand. Er is wereldwijd is iets in beweging. Zo kijken wij daarnaar en dat roept van alles op. Maar als datzelfde in jouw persoonlijke leven speelt, heb je dezelfde reacties. Je hebt de reactie van, ik wil hier weg, want ik wil naar een betere plek. En je hebt de reactie van, ik moet in gevecht, ik moet zorgen dat het goed komt. En die beide reacties zijn de reacties van het ik-bewustzijn. En daar is niks mis mee. Maar in alle helderheid kun je het gewoon zien en laten gaan. En er zit zoveel schoonheid in wat er nu gebeurt. En natuurlijk heb ik het niet over de mensen die ziek worden. En er zit ook zoveel pijn en zoveel eenzaamheid in dat proces van ziek worden en alleen doodgaan. Dat gun je echt niemand. Maar er zit ook zoveel schoonheid in wat er van ons gevraagd wordt. 1,5 meter. Het is onwennig. Voor iedereen. We hebben andere neigingen. Maar ik heb ook gelezen, en ik weet ook niet of dat waar is, maar ik vind zo, voelt het wel, dat het ook een soort van natuurlijke afstand is die we zijn kwijtgeraakt. Dat die 1,5 meter in een gesprek eigenlijk een natuurlijke afstand is. En we kunnen zo weer goed voelen dat je op 2 meter, op 1,5 meter, op 5 meter, net zo goed een contact kan hebben
En dat het net zo liefdevol kan zijn. En dat dat gevecht tegen die anderhalve meter een gevecht is tegen ik moet iets, in plaats van tegen de afstand. Tuurlijk, het is soms lastig en laten we niet hopen dat dit blijvend is. En zo is het eigenlijk ook met het dragen van een mondkapje. Het is lastig. Laten we niet hopen dat het een blijvende situatie is, want dat is niet houdbaar. Maar omdat wij geen van allen die professioneel zijn die de waarheid in pacht hebben, is het liefdevol om daar waar je echt voelt van nou, het komt dichtbij, om anderen niet te willen besmetten. Daar gaat het eigenlijk om. Zo, het bij jou houden. En dat die instelling hebben en elkaar voorlaten en laten zien van nou, ik weet het ook niet, maar ik wil jou in ieder geval niks aandoen. Dat kan zoveel zachtheid teweeg brengen. Zoveel zachtheid in de mensen. En dat beweegt weer hele andere dingen in de maatschappij. Eigenlijk zo, als we zagen in aanvang van corona, toen iedereen schrok, kwamen we in ons hart voor de mensen die hielpen, voor de mensen die het overkwam. En daarna kwam de last voor ons allemaal die dat doordrong, dat niet direct overging. En in dat last komt ook onze innerlijk verzet naar boven. En het is allemaal zo goed voor te stellen. Als het gaat over jouw financiën, dan raakt het je veiligheidssysteem. En dan wil je dat het anders gaat. Als het gaat om je gevoel dat je liefde tekort komt, dan wil je iedereen huggen. Dat is een gewoonte geworden, ook wel deels, denk ik. Maar het is ook een behoefte van een mens. En als dat on hold wordt gezet, zo van nu even niet, of nu een hele tijd niet, dan komen we bij ons eigen gevoel van, oh jee, ik moet het hier halen. En ik wil niet, ik wil delen, ik wil samen. En het is zo'n logische menselijke reactie. En tegelijkertijd is het zo bijna wonderschoon. En dat klinkt wat gek in deze tijd, maar toch om te gaan voelen dat als je niet hukt, dat de liefde ook stroomt. Gewoon hier van binnen. Als je niet knuffelt met iedereen en misschien wel met de directe naaste, dat daar niet een tekort is. Er is geen tekort. Er is geen tekort in wie jij bent. Je bent vervuld, je bent compleet. En er is nu zo'n mooie tijd om dat uit te gaan vinden. Zoveel duidelijkheid over hoe het werkt. Over hoe het ik-bewustzijn werkt in het hele grote geheel. En daar zitten we niet allemaal. En dat is ook niet een voorwaarde of dat is ook geen moeten. Maar als het dan over gaat, over ontwaken en wakker leven, dan ligt hier een ongelooflijk duidelijkheid van hoe het systeem werkt. En om dat maar te gaan zien nu en meer en meer alleen maar aanwezig te zijn in jezelf en in je hart. En daarin alle openheid te hebben naar alles en iedereen met welke ideeën en meningen dan ook maar. Daar zit de helderheid en de wakkerheid. En wakker worden is natuurlijk een woord wat je bijna niet meer kan gebruiken. Omdat je moet wakker worden als de regering zus of zo doet. Je moet wakker worden over het milieu. Maar dat is een wakker worden wat gaat over helderheid van denken. En de wakkerheid als het gaat over ontwaken, dat is een wakkerheid die geen tegenovergestelde heeft. Dat is zijn in dat veld waar geen tegenstellingen zijn. En als we daar zijn
En daar is gewoon hier, hè. Waardoor alles vindt daarin plaats. Alle ik-bewegingen vinden in dat veld plaats. Maar vanuit dat bewustzijn, vanuit zijns bewustzijn, gebeurt er eigenlijk niet zo idioot veel. Eigenlijk niks. Maar dat leef je niet dagelijks. Je leeft je mens zijn, je leeft je reactie op van alles en nog wat. Dat is wat hier allemaal voelbaar is. Maar je hoeft niet meer overal in mee. Je kan gewoon hier blijven. En de film die speelt, is de film van hoe jij naar de wereld kijkt. Van, oh, we gaan misschien wel naar een fantastische wereld als we nu allemaal heel blij zijn. En je bent nou helemaal niet altijd blij. Ik ben gewoon dit. Gewoon dit. Of we moeten eerst alles oplossen voordat het hier een beetje goed kan worden. En er is, als je met een menselijke blik kijkt naar de wereld, er is veel wat op aan te merken is. En ieder mens kent, denk ik, het verlangen naar een betere wereld. Maar die betere wereld, die gaat niet buiten jou plaatsvinden. Dus waar moet je zijn? Daar. En voel je niet aangevallen als het hierover gaat? Voel je niet, als je een mening hebt, oké, dat is oké. Als je hoopt dat het anders wordt, het is ook oké. Maar als het gaat over ontwaken, blijf in het midden. Pak al die dingen van het ik die graag iets anders wil. Of die ik die eerst alles moet oplossen. Laat gaan, laat gaan. We hebben geen idee. Het is werkelijk bodemloos leven in ontwaken, in zijn, in zelfrealisatie. Maar er is niemand die daarmee zit. Er is niemand die moet weten hoe het gaat. Het is nu hier dit. En met nu hier dit gaat het niet over er is corona. Of ik moet een mondkapje. En nu hier dit is het simpelweg aanwezig zijn. In wat zich ook maar aan lijkt te dienen in het leven.